It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag vrijdag 13 september en we leven alweer reeds om 14:53 en het is 16 graden, geeft Google aan. Ik ga rap met meisjes uit, daarna moet ik de booster pakken en daarna moet ik naar de Vomer. Even een beetje boodschappen doen voor mezelf en ook wat voor Marianne, want ja, die is dus ziek. Dus ik kan ook niet bij haar naar binnen. Ja, misschien ook wel. Ik zie wel wat ik doe. Maar ik wil niet ziek worden vandaar. Ja. Zij geeft het me wel niet meer. Zover ik weet. Want de besmetting is geloof ik alweer voorbij, hè. Zover ik weet wel. Maar in ieder geval. En als je ziek wordt, word je toch ziek. Zo simpel. En het hangt in de lucht, hè. Ja. Het verspreidt zich door de lucht. Maar in ieder geval, ik wens jullie een hele fijne namiddag. Ja, het is bijna 3:00, het loopt tegen 3:00 aan, 14:54. Het is nog een hele fijne middag, geniet ervan met z'n allen. En ja, mijn jurk die was weer droog, dus die kon ik weer aan. Natuurlijk was die al lang al droog, maar hij hing nog lekker op droogrekkie. Ik denk, ik doe mijn jurk weer aan, een warme legging eronder, klaar. En zometeen mijn vest aan, een jas aan en ga met die banaan. Ja, wat ik zal de loopapp zo vast al aandoen. Ik heb de computer nog maar niet aan. Ik denk, ik moet toch eerst nog weg. Dus komt het helemaal goed. Ach, doe dan, dom ding. Dus ja, dat dus. En ik heb vannacht nog eventjes aan het pendelen geweest voor Karin, want die had me een foto toegestuurd. Maar dat ziet er goed uit allemaal, ja. Dus daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. En ja, de pijn die valt nu weer mee trouwens. Dat vergeet ik heel wat te zeggen, want ik ben niet de fysio geweest. Ik kon er niet uitkomen. Ik liep helemaal krom in eerste instantie. En het ging gewoon niet. Ik denk, ja, laat maar. Zoot je medicijnen in mijn mik en dan horizontaal. En dat heb ik gedaan. En dat heeft me toch wel goed gedaan. Maar in ieder geval, ik ga met de meisjes uit en daarna ga ik snel voor Marianne sowieso boodschapjes doen. Want die had zin in macaroni. Nou ja, kun je macaroni krijgen. Ik moet macaroni mix halen, ik moet tomatenpuree halen van die blikjes en ik moet een blikje snack halen. Nou ja, oké. Doen we dat toch? Ja. Dus het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, misschien is het een idee voor jullie om dat ook te gaan eten. Macaroni, maak het gewoon op de manier klaar dat je zelf bent gewend. En smakelijk eten, bon appétit. Ja, dat dus. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Tot later. Die zitten allebei aan een lekkere zalmhuidje. Lekker, hè? Ja. Dacht ik ook. Nou, ik ben toch bij Marianne binnen geweest. Ja, en ik had ook bij de DA even weer een zakje met snoepjes voor haar gehaald. Wat ze niet wist, had ze cadeau gekregen. En bij de Vomer zag ik ook iets leuks. Een flesje met, nou ja, dat geurtje dus, hè. Van de oceaan. Dus dat ga ik ook straks lekker neerzetten. En dan gaan we het beleven, ja. Eerst zien waar het open kan, waar het makkelijk gaat. Moet natuurlijk onder open. Ja. Maar hoe doen we dat?
Even kijken waar het plakbandje zit. Het glimt ook allemaal zo aanzienlijk, niet? Ja, daar is het plakbandje. Kom op. Weg. Die open. Even de andere kant opvouwen. Die open, andere kant opvouwen. Jij ook. Hoppa. Zo. Daar zit ook een plakbandje om. Die kan er ook onderuit. Kan allemaal weg. En nu zit er een dopje hieronder. Een plastic dopje. Je kan natuurlijk ook een gaatje erin drukken. In plaats van dat dopje eruit te halen. Ja, dat dus. Ik denk dat gaatje erin prikken veel makkelijker gaat dan dat dopje eruit te halen. Ja. Nou, ja, ik heb je gehoord. Gaat het hem ook niet worden? Dan doen we dat zometeen in de keuken, want echt, dat moet met beleid. Maar er wil er één in, en dat is onze Kandalfie. Dus die laten we er lekker in. Ja? Ja, kereltje? Ja? Ja? Oh ja? Oh ja? Is het zo? Hé? Is het zo, mijn schatje? Ja, hé. Je proot gelijk, hoor. Ja. Vertel het maar verder, hoor, aan iedereen. Ja, mag van mij. Maar oké, ja. En er is een hoop trammeland in de 50-plus groep. Waar ik, nou, ik ben het zo spuug zat. Als er iemand ziek wordt... En wat die megene dan ook mag mankeren, moet er zoveel haat en nijd van, oh zeker in de belangstelling staan. Nou, stout op uit mijn groep, anders ga je er alsnog door mij eruit. Ja, zodra ik eraan toe kom, ga je eruit. Geen respect voor een ander, ook geen respect voor jou. Zo simpel. Ik ben het echt spuugzat. Hoe iedereen zo negatief is. Wees eens een keer positief, maar dat kunnen jullie niet. Nee. En dat is dan in de 50 plus. Ik ben het echt meer dan genoeg zat. Dan zit ik weer even goed te handen aan dat plastic dompie. Ja, kind. Nou, het gaat hem zo niet worden, dus dat doe ik in de keuken met een mesje of zo. Ik weet niet. Ja, je bent lief, hè? Ja. Dus ja, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dingen. En ik ga, nou, ik weet niet wat ik doe. Ik ben het spuug, ik spuug zat. Ik ben er zo moe van. Oh, ik zie ook dat er gebeld is. Lissy knippert. Nou, daar zullen we ook naartoe. Maar ik ga eerst een flesje voor elkaar maken en dan zal ik kijken wie er gebeld heeft. En dat zal mijn liefdallige dochter Karen wel zijn, denk ik. Ja, dat dus. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en smakelijk eten, bon appétit en een hele fijne, liefdevolle avond gewenst voor jullie allemaal, ook voor de azijnzeikers. Ja, geniet van het gezeik wat jullie tegen een ander doen. Dat dus. Ja, geniet er vooral van. Ik zal ook genieten als ik jullie verwijder. Doei! Ja, en ik ben trots op deze twee meisjes. Oh, ze trots. Ja, want we waren aan het lopen. Ons loopje gewoon. En er is altijd een speciaal adres als daar iemand thuis is. Dan gaan wij u daar eens zwaaien. En nou werd ik dit keer binnengehaald met hond en al, oftewel hondjes en al. En daar liepen ook drie kinderen rond. Nou, ze waren door en door heen, ja. Dat hartstikke leuk gehad, hartstikke fijn gehad. En het zijn nog buitenlandse dames, tenminste. Zij woont er en die andere was een vriendin. En de ene die er woont, komt uit België, maar dan de afdeling Franse taal. Maar spreekt al aardig Nederlands.
En de andere dame, die kwam uit Frankrijk. Dus ja, ook die heeft wel ook moeite nog. Maar ze kon mij wel verstaan. En ik had echt spreken nog niet. Dus ja, helemaal leuk gehad. Eventjes in een bubbeltje wijn. Nou, moet ook kunnen, hè. Maakt een keer niet uit. En nou, de meisjes hebben water gehad van de kinderen. Wie van de drie, weet ik niet. Maar in ieder geval, hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. Gewoon geweldig. En ja, lief ook. Vol liefde hing daar. Daar hing liefde in de lucht. Gewoon zalig. Ja, nou, en dat bedoel ik. Wees lief voor elkaar, met elkaar. Ook voor een ander. Heb respect voor elkaar. Ja, toch? Ja, dat dus. En nou zit ik terug te kijken naar Dr. House. Op RTL 8. Maar er is nou reclame. Dus ik denk, ik pak jullie er even bij. En ik ga mijn vlog nog even naar YouTube brengen. Want die is ook al enige tijd klaar. En dan moet ik ook op YouTube. Niet op YouTube, moet ik op Facebook weer aan het werken. Dus. Komt helemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon. En hou gewoon vol goede moed. Ja, gewoon genieten en vol goede moed blijven. En nogmaals, wees lief. Ja, en heb respect. Naar wie dan ook. Heb je dat niet? Hop, vlieg je eruit. Doei, tot nooit weer ziens. Ja toch? Kom het op. Ik heb ook al een lekker bakje koffie op. Ik heb al een ik wil een oproppizza zeggen. Het is geen oproppizza. Ik weet het zo uit mijn hoofd niet eens. Maar er gaat kaas op. En er gaat nog een ander soort kaas op. Er gaat geen komkommer. Wat had ik nou? Een courgette gaat er een paar plakjes op. En dan gaat er... ik had dit keer salami erop. Nou, lekker. En dat rol je dan op. Een wrap. Ja, lekker, lekker, lekker. En een bak koffie erbij. Dus helemaal geweldig. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Doei! Ja, mijn meisjes, we gaan eens zo naar bedje toe. Ja, we gaan zo naar bedje toe. Ja, echt waar. De televisie is al uit. En de computer moet nog uit. Ja, dat dus. Maar, het komt allemaal goed. En het is al laat, want het is al 2:02. Dus ja, en ik wil er ook niet al te laat uit, want er is dit weekend, en net zei, schreef ik het erop, Open Monumentendag. Juist, eigenlijk weekend dus, hè. Het is niet alleen een dag, het is 2 dagen. Maar het heet nou eenmaal Nationale Nederlandse Open Monumentendag of zoiets, weet ik veel. Maar ja, we hebben ieder jaar. En ik wil proberen ergens te komen waar ik nog nooit ben geweest. En dat is hier vlakbij. Kijk, loop het af. Doe ik dat ook. Want het is een klein stukje. Maar ik weet niet of ik daar filmen mag. Dus dat is de vraag. Mag het niet, ga ik er ook niet te binnen. Nee. Dus je wilt niks met die lui te maken hebben in principe. Maar ik wil eens even vragen hoe en wat dat voor religie dat is. Ja. Ik denk dat jullie al ongeveer wel weten wat dat is. Waar ik het over heb. Maar dat komt morgen wel. Ik wens jullie nu een welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten dat God die houdt over ons gewoon weer de wacht. En daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!